Oké, okay, nu hebben we onze diagnose nieuwe stijl. Hoe komen we dan vervolgens tot een goede behandeling? Wel nu, uit onderzoek weten we dat mensen voor een goede behandeling doorgaans een aantal dingen nodig hebben. De eerste werkzame factor is een hulpverlener die betrokken en beschikbaar is. En die daarmee een beetje van het lijden als het ware kan. Overpakken. Dus niet een hulpverlener die meteen in de actie schiet en allerlei diagnostische en specialistische dingen gaat doen, maar iemand die een relatie met je aangaat en met je stil durft te staan bij het lijden. Het er laat zijn. Je helpt het draagbaar te maken en je helpt betekenis ervoor te vinden. Als tweede moet je samen met de hulpverlener een verhaal gaan maken. Van wat er aan de hand is en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn, zodanig dat er een beetje perspectief ontstaat. Dus een verhaal met hoop en positieve verwachtingen. De derde factor is hulp om je beter te leren verhouden tot de mentale grenservaring, zodat je het kan terugbrengen tot de juiste proporties. Bijvoorbeeld. De angst een beetje in het gezicht durven kijken. door toch naar de winkel te gaan. Of de depressie uitdagen. door toch een beetje actief te worden. Even niet luisteren naar de stem. Dus werken aan wie de baas is. Leren ermee om te gaan. En de laatste factor is dat de hulpverlener en jij werken aan motivatie. Om de context van het psychisch lijden. Aan te pakken. Want psychisch lijden betekent altijd dat er werk aan de winkel is. De context moet veranderen. En dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld: weerbaarheid ontwikkelen voor de druk van maakbaarheid, meetbaarheid en perfectiedrang. Zin aanbrengen in je leven. Ongezonde levensstijl veranderen. Begrijpen hoe je traumatische verleden in je lijf is gaan zitten. Relaties met belangrijke mensen herwaarderen of veranderen, meer zelfliefde ontwikkelen en tevreden worden over je eigen lichaam. Het is prima om met deze vier factoren te werken via de vele medicijnen en de vele psychotherapieën die er zijn. Maar het kan ook via andere behandelingen die niet wetenschappelijk bewezen zijn, maar die wel de vier werkzame factoren in zich hebben, zoals bijvoorbeeld yoga of acupunctuur, mits uitgevoerd door goed opgeleide professionals. Welke behandeling iemand krijgt, moet niet worden bepaald door een bepaalde DSM-diagnose. Veel beter werkt het om uit te gaan van de voorkeur van de patiënt. Want. Een pil geven aan iemand die niet in pillen gelooft, gaat niet werken. En gesprekstherapie aanbieden aan iemand die alleen gelooft in lichaamsgericht werken, gaat hem ook niet worden. Net zo min als lichaamsgericht werken niet helpt bij iemand die eigenlijk een shamanistisch ritueel wil ondergaan. Aangezien alle behandelingen grotendeels uitwisselbaar zijn, kun je beter. De patiënt laten kiezen op welke manier hij of zij wil werken aan verandering.